Het blijft het gesprek van de dag op Urk. De vuurwerkbom die zondagochtend ontplofte in een huis aan de golfoploop. Sommige mensen op straat zijn geschokt. Ik vind het echt verschrikkelijk voor die mensen. Die mensen die zitten zo in, die kunnen zo een huis uit. En dan, ja, het is voordat je weer wat anders hebt. En nou ja, het is gewoon trauma ook wat er gebeurd is. Of je het nou met een broodje doet of met een kommetje havermout, ontbijten is gewoon een goed idee. En om scholieren daaraan te herinneren is er het Nationale Schoolontbijt. Wij prikten een vorkje mee in Mark Nessen. En de Partij van de Arbeid in Almere vraagt nog heel even geduld. De partij moet met een nieuwe wethouder op de proppen komen om Loes Eijpma te vervangen. Maar dat duurt al anderhalve maand. We zijn als fractie nu nog druk bezig met het proces omtrent de invulling van de vacature. En ik hoop deze week, uiterlijk volgende week, met meer mededelingen te kunnen komen. Het is dinsdag 5 november. Dit is Flevoland. Goedenavond. De vuurwerkbom van zondagochtend blijft de gemoederen bezighouden op Urk. Het getroffen gezin kan nog niet terug naar hun beschadigde huis en de politie heeft de daders nog niet aangehouden. Zowel de politiek als de Urkers op straat vinden dat er een grens is overschreden. Ja, dit was wel even schrikken, ja. Het is verschrikkelijk. Die mensen zitten zonder huis nou. En het is nog voor de leven goed afgelopen. Maar dan voor hetzelfde geld aan de dooi kunnen vallen. Het is echt ongelooflijk dat zoiets gebeurt. Je snapt niet dat iemand dat doet. Nou, het is gewoon abnormaal dat je zoiets doet. Dat je zoiets doet. Gewoon bij de beesten af. Ik heb dan vandaag trouwens het filmpje gezien. Ook van het huis van binnen. Het is een chaos binnen. Alles is kapot. Dus het is toch een harde klap geweest. Ja, het is wel eng als je het hoort. Hè? Bent u zelf ook bang dat u zoiets misschien kan overkomen? Nou ja, als je zo ziet allemaal, dan denk je van... het is niet meer vertrouwd allemaal zoals het nu gaat. En nou is het de laatste tijd op Urk ook wel erg hoor. Met het vuurwerk wat ze afsteken. En daar zit de politie ook echt wel achteraan. Maar ja, je moet de daders wel vinden hè. Het is al een paar weken overlast, hier op het dorp ook. En dan hoor je heel veel, omdat het hier zo echoot, hoor je het natuurlijk heel, heel erg. Dus ja, ik heb er sowieso al overlast van. Hè, de dieren die hebben er last van. Oude mensen, kinderen. En als ze het dan nog bij je naar binnen gooien, dan gaat het helemaal te ver natuurlijk. Ik vind het wel zelf ook heel vervelend, dat vuurwerk. Dat is niet prettig. Ik bedoel, s'avonds liggen je kinderen te slapen en ineens... kijk, als dat dan zeggen met hout en nieuw is, oké, maar... Ja, dat ieder weekend zo is, dat is gewoon niet prettig. Het is mezelf overkomen een aantal jaren terug. Maar elke keer ook dat ik dit hoorde, je zit rechtop. Welk geluid, nog steeds. Het is u zelf overkomen? Ja. Ook daarom bekend. En... Ja. Ik hoop dat ze het echt aan gaan pakken. Dat ze het. Ze zeggen het is heel moeilijk om ze natuurlijk op te sporen. Omdat ze of met scootertjes of op de fiets zijn of zo. Maar dan denk ik, ja, zet er gewoon grof op in. Alle kinderen liggen wakker. Alle huisdieren zijn verslag. Kijk dat je het een keer doet. Alle, weet je wel. Maar gewoon elke dag of elk weekend. Nee, dat kan bij mij niet. Ik heb zelf ook allemaal pubers. En die doen ook wel dingen wat ik misschien niet leuk vind. Maar je kan ze waarschuwen natuurlijk. En je moet je kinderen altijd in de gaten houden. Dat vind ik wel. En opletten waar ze mee bezig zijn. Maar voor de rest, ik zal niemand veroordelen. Want er zullen ook ouders zijn die echt met de handen in het haar zitten. 90 scholen in Flevoland deden vanochtend mee aan het Nationaal Schoolontbijt. De bedoeling is dat kinderen gezond eten voordat ze naar school gaan, zodat ze fit genoeg zijn om de dag door te komen. Op tafel stonden vanochtend vooral groenten, fruit en broodjes. Ja, er staat van alles gezond en gevarieerd op het menu. Dat vinden we ook belangrijk dat het gezond en gevarieerd is. Dus er staat zuivel, volkorenbrood, groenten, fruit, thee, melk, verschillende soorten beleg. Dus ze kunnen van alles wat kiezen. Rond 8:30 verwelkomde directeur Nienke Obink van Christelijke Basisschool De Zeester in Mark Nessen deze leerlingen van groep 7 en 8. Er stond een lekker en gezond ontbijt te wachten. Maar niet iedereen vond het leuk om op school te ontbijten. Ik had liever thuis ontbeten. Gewoon lekker je eigen spullen, eigen tijd. Ja, het is wel fijner. En wat is het verschil tussen het ontbijten thuis en hier?
Nou, hier zit je met je hele klas gewoon te ontbijten. En daar thuis zit je gewoon of met je, of alleen, of met je vader en moeder, of met je broers en zussen. Is dat gezelliger? Nou, een beetje wel. Wat eet je het liefst? Gewoon een broodje met... De ene keer heb ik zin in zoetbeleg en de andere keer gezond. Of ik eet een bakje met yoghurt. En gebeurt het wel eens dat je stiekem niet eet in de ochtend? Jawel. En wat gebeurt er dan met jou de hele dag? Dan voel ik wel dat ik meer honger heb dan dat ik normaal honger heb. Dan heb je meer trek in iets. Basisschool De Zeester doet al jaren mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Want zonder ontbijt zijn kinderen futloos, slap en hebben ze weinig concentratie. Ja, we vinden het belangrijk dat kinderen 's ochtends met een gezond ontbijt op school komen. Dat ze genoeg energie hebben en dat ze de hele dag goed kunnen leren. Lekker fit zijn om de dag door te komen op school. En wat heb je vanochtend gegeten? Broodje, bolletje en jam. Met jam en met pindakaas. En was het lekker? Ja. Ja, heel lekker. Ik hou wel gewoon graag van fruit en ik eet het ook graag, dus... Ik probeer wel gewoon elke dag sowieso één stuk fruit te eten. Bij manege Lelystad is een vierde paard bezweken aan het rhinovirus. De paardenziekte houdt de manege nu bijna een maand in zijn greep. En dat zorgt ook voor hoge kosten. De politieke partij Leefbaar Lelystad wil de manege nu te hulp schieten met 20.000 euro. Dus... Ik ga samen met onze partij een motie indienen waarin staat dat het geld wat over is van de motiemarkt, 19.400 euro als ik het goed heb, beschikbaar gesteld moet worden aan de manege Lelystad. De motiemarkt was bedoeld om plannen te presenteren om de stad leefbaarder te maken. Er was nog geld over en dat kan volgens de partij naar de manege. Dat kunnen ze ook goed gebruiken. Afgelopen weekend heeft de manege nog een vierde paard laten inslapen. De kosten van de uitbraak lopen hard op. Er kan geen les meer worden gegeven, de veearts moet betaald worden en er zijn ook nog eens kosten voor schoonmaak, medicijnen en huur. Nou, financieel gezien gaat het op dit moment erg hard. We hebben toch wel over de 50.000 euro per maand aan inkomstenderving. Je leest overal dat mensen sympathie betuigen aan de manege. Dus ik vind eigenlijk dat wij als gemeente niet achter kunnen blijven. En we hopen natuurlijk dat iedereen de hand over het hart haalt en zegt van ja, dit is zo'n sympathieke motie, hier kunnen we niet nee op zeggen. We praten over 19.400 euro. Ik kan me ook voorstellen, de gemeente Lelystad, die moet aardig zijn broekriem aantrekken. Klopt, maar de bezuinigingen die gaan voor volgend jaar over. Dit is beklemd geld van vorig jaar gegeven aan dit jaar in de motiemarkt. Dus er is ruimte voor, het ligt op de plank. Er staan op dit moment 9 risicopaarden in quarantaine. Ook zijn er nog 9 paarden apart gezet die ook symptomen vertonen. Het einde van de ziekte is dus nog lang niet in zicht. De gemeenteraad stemt over uiterlijk 2 weken of zij de manege het geld geeft. Ja, we hebben andere politieke partijen om een reactie gevraagd en die zijn wat huiverig. Ze zijn onder andere bang voor precedentwerking. Dus dat andere ondernemers in Lelystad met financiële problemen straks ook hulp verwachten van de gemeente. De Almeerse PvdA presenteert binnenkort een opvolger van de onlangs vertrokken wethouder Loes Eijpma. Dat zegt fractievoorzitter Leida Heulen van de PvdA. Leefbaar Almere vindt de zoektocht te lang duren en stelt voor om het gewoon met 1 wethouder minder te doen. De zoektocht naar een nieuwe wethouder duurt inmiddels 1,5 maand. De PvdA hoopt snel een opvolger te kunnen presenteren. We zijn als fractie nu nog druk bezig met het proces omtrent de invulling van de vacature. En ik hoop deze week, uiterlijk volgende week, met meer mededelingen te kunnen komen. En mededeling naar de buitenwereld toe, dit is onze kandidaat. Over de invulling van de vacature, dat klopt. Leefbaar Almere vindt het te lang duren en zegt dat de taken van Eijpma prima verdeeld kunnen worden onder de 6 huidige wethouders. Vorige college had er 5 en was ook voldoende. Dus 6 is zeker voldoende. Het rommelt al een tijdje binnen het college van Almere. Zo stapten in 1,5 jaar al 4 wethouders op. Onder wie 2 van de PvdA, Eijpma en Tjeerd Herrema. Ja, weet je wat? Ik zou zeggen in goed Nederlands, let's call it a day. En laten we gewoon doorgaan met die ene wethouder. De heer Soetekau is een prima wethouder. En in de coalitie kan de Partij van de Arbeid gewoon zijn deuntje meeblazen. Niks mis mee. Wat vindt u van die opmerking van Leefbaar? Toen is op een gegeven moment besloten dat we het met 7 zouden gaan doen. Het staat Leefbaar natuurlijk vrij om een motie in te dienen. Maar nogmaals, we hebben het er al vaker over gehad.
Waarom is het zo belangrijk om vast te houden aan die 7 wethouders die afgesproken zijn op het moment dat de coalitie werd gevormd? Ja, we hebben die afspraak inderdaad toentertijd gemaakt. En ja, weet je, in de vorige periode deden we het met 5, dus het kan inderdaad ook wel met minder. Maar deze afspraak hebben we toen gemaakt. Dus die staan wat mij betreft ook gewoon nog steeds. Tennisclub Het Nieuwe Land in Almere wil zo snel mogelijk verhuizen van stad naar poort. Maar gedoe over de huidige locatie staat de verhuizing in de weg. Het oude clubhuis van de tennisvereniging Nieuwland heeft zijn beste tijd gehad. En ook de tennisvelden moeten opgeknapt worden. Volgens Wim Klomp van de tennisclub is het hoog tijd om te verhuizen. We kunnen nog een jaar of 2-3 met voldoende onderhoud op de banen spelen. Maar dan moeten ze echt afgeschreven. En de kantine, zoals je hebt gezien, daar zitten aan sommige kanten de gaten een beetje in. Dus daar moet wel wat aan gebeuren. Achter me zie je volgens mij een hek staan wat ingestort is. Waar een mooie container in het zicht is. Ja, zo was het ooit niet hier allemaal. En daarom wil de club niet renoveren, maar het liefst het geld stoppen in verhuizen van de oude locatie in Almere Stad naar het veel ruimere Almere Poort. Hoewel ruimer. Het is kleiner dan wat we hier hebben. We denken dat we de mogelijkheid hebben om 5 tennisbanen en 2 padelbanen daar neer te leggen. Nou, dat zou voor ons een basis zijn, maar enige uitbreiding is dan erg moeilijk. Maar dit is de locatie die de gemeente voor ogen heeft en dit is de enige kans die we hebben in Poort. Maar het wil niet erg vlotten met de verhuizing, want het is niet duidelijk wat de gemeente doet met de plek die vrijkomt als de tennisvereniging verhuist. Wat wij van de gemeente te horen krijgen is dat zij ons pas hier kunnen uitkopen als zij inkomsten hebben hier. Nou, wat wij nu aan de gemeenteraad vragen is om daar niet op te wachten. Wij leveren pacht op, nou, dat is iets van 2000 euro per jaar. Dat is volgens mij wat de gemeente misloopt als wij hier weglopen. Nou, dat zullen we waarschijnlijk op het andere park moeten geloven. En wat de gemeente dan doet met deze grond. Uiteindelijk wordt er volgens mij winst gemaakt. Want anders doen ze hier iets verkeerds, lijkt mij. Supermarktketen Bun zou interesse hebben in de locatie. Maar er is nog geen overeenstemming met de gemeente over de vestiging van de supermarkt op deze plek. Voor de tennisclub duurt dit allemaal te lang. Waar wij eigenlijk nu op wachten en wat wij vragen aan de gemeente is om ons te verplaatsen voordat ze duidelijkheid hebben wat ze hier gaan krijgen. Want ja, ik neem aan dat als je hier of woningbouw of een supermarkt wil plaatsen, dan zal je hier ook een bestemmingsplanwijziging moeten gaan doen. Het nieuwe tennispark van de club moet zo'n 1,5 miljoen euro kosten. En dit was Flevoland voor vandaag. Robert de Vries is er straks met het weer. En dit is Flevoland. Morgenochtend vanaf 6:30 op de radio bij Joliene en Leo. En 's avonds natuurlijk weer op tv. Een fijne avond en heel graag tot dan.